Tina Nijkaamp kan even opzij stappen, want Jan Slachter heeft zijn pijlen nu gericht op een andere bekende mediapersoonlijkheid. Dit keer is het Sophie Hilbrand die in het vizier komt, vanwege haar kritiek op de locatie van haar talkshow. Sophie is namelijk allesbehalve tevreden met het feit dat ze vanuit het Grauwe Media Park in Hilversum moet uitzenden, terwijl haar collega Eva Jinek destijds een luxe studio in Hartje Amsterdam kreeg toegewezen. Volgens Sophie is er sprake van een voorkeursbehandeling, iets wat Eva zelf echter als onzin bestempelt. Daarbij wijst Eva erop dat ook Carrie ten Napel haar talkshow vanaf een andere plek presenteert, namelijk vanuit Spakenburg, wat het idee van een voorkeursbehandeling zou ontkrachten. Jan Slachter, die zelf ook talkshows produceert, heeft zijn eigen kijk op de kwestie. In een interview met The Weekend reageert hij op de opmerking van Sophie dat de situatie oneerlijk zou zijn. Dat zijn haar woorden, zij vindt het gek. Al dus januari. Hij legt uit dat het voor zijn programma juist een bewuste keuze is geweest om Kerry ten Napel vanuit een voetbalkantine in Spakenburg te laten presenteren. Voor het programma werkt het goed om zo'n omgeving als decor te hebben. Je hebt de middenstip, de tribunes en op de achtergrond voetballende mensen. Dat zorgt voor een hele andere sfeer dan een standaard studio. We hebben die setting heel bewust gekozen. Jan benadrukt verder dat de NPO al eerder talkshows heeft aangespoord om naar het mediapark te verhuizen, voornamelijk om kosten te besparen door middelen te delen. Dat Sophie hier nu over klaagt, vindt hij dan ook wat overdreven. Ze moet niet zeuren. Jarenlang hebben talkshows zoals Pau en Witteman, en later ook Pau, vanuit Amsterdam uitgezonden. Ze moet nu niet kinderachtig doen omdat ze zelf in Hilversum zit. Over de talkshow van Sophie en Jeroen Pau, genaamd Barlaat, heeft Jan ook nog wat te zeggen. Het programma zou volgens de makers gezelligheid moeten uitstralen. Maar of dat gelukt is met een studio op het Mediapark, is volgens Jan nog maar de vraag. Ik zag ze mens erger je niet spelen. Nou, ik heb nog nooit een bar gezien waar dat spelletje op tafel ligt. Al met al lijkt Jan weinig sympathie te hebben voor de frustratie van Sophie Hilbrand. Volgens hem moet ze zich niet zo druk maken over de locatie en gewoon accepteren dat het Mediapark een prima plek is om een talkshow te maken.